Beste vrienden, beste vriendinnen, beste truthseekers, beste waarheidszoekers, terug Gino van Friends for Truth. Vandaag starten we, zoals beloofd, reeds enkele weken terug met onze derde lijn in de filmpjes, namelijk onze interviewlijn, waar dat we interessante mensen gaan interviewen. Ook gaan we uiteraard interacties doen in die interview met die mensen. Vandaag heb ik eigenlijk het geluk om terug een medebewuste burger te hebben bij mij, lid van BBSB, namelijk Luc Leenders. Beste Luc, ga jij een korte introductie doen, wie dat jij juist bent voor de mensen? Ja, dankjewel Gino. Ben blij dat je mij hebt uitgenodigd om dit interview te mogen afleggen bij jou. Want ik denk dat er heel wat mensen zijn die met vragen zitten omtrent wat als het misgaat. En daar komt nogal wat bij kijken. En wat gaat er dan mis? Uiteraard, het heeft allemaal met corona te maken en met de zotte toestanden. En zelf ben ik uit Mazeik afkomstig. Ik ben al een jaar of 10 bezig met straling en wat straling op de gezondheid doet. En ik ben vooral lid van BBSB en meer specifiek van Safe Belgium, een onderverdeling van BBSB, waarin men zich bezighoudt met straling en alles wat straling te maken heeft ten aanzien van de gezondheid, op het leefmilieu, op planten en dieren en op het welbevinden van onszelf heel belangrijk. En uiteraard, door die 10 jaar dat ik er bezig ben, heb ik een eigen platform, Stralingsarm Vlaanderen, waar ik dan de coördinator ben van de website. Zo, dat even een kort. Ja, dat is inderdaad van, ik weet dat je heel lang kunt doorgaan overal wat je allemaal gedaan hebt, wat dat indrukwekkend is. En zeker van mijn kant ook, eerst en vooral ook een grote dank dat je dat interview hebt geaccepteerd. Dus zoals gezegd al door jou, Luc, gaan we vandaag eigenlijk vooral een keer kijken. De worst case scenario, of zoals dat wij noemen, is er mogelijk een chaos in aantocht. Door natuurlijk bepaalde zaken die aan het gebeuren zijn, zowel financieel-economisch, maar ook natuurlijk door de injecties enzovoort. Wat zou er kunnen gebeuren binnen zoveel maanden? We zeggen niet per definitie dat wat we vandaag gaan bespreken per definitie gaat uitkomen. Wij zitten op een positieve tijdslijn en we hopen sowieso dat het niet uitkomt. Maar we vinden in feite dat het nuttig is om toch vandaag meteen de zaken uit de doeken te doen voor jullie. En dus ook met mogelijke oplossingen te komen. Dus de worst case scenario, waar denken we dan aan? Bijvoorbeeld vooral aan, zou het kunnen zijn dat de aanvoerlijnen voor bijvoorbeeld onze voeding, ook bijvoorbeeld voor onze elektriciteit, voor onze watervoorziening, bijvoorbeeld ook voor onze benzine, want alles hangt een beetje samen met elektriciteit. Door wat zo'n aanvoerkanalen nu, natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ja, maar die aanvoerkanalen, dat is toch super gestructureerd in onze wereld, China, over wat zij bezig. Maar we denken dan bijvoorbeeld, door het feit van heel het COVID-gebeuren, kunnen er stakingen komen van mensen die het economisch niet meer zien zitten. Er kunnen in feite protestacties, zoals dat er nu volop bezig zijn in Frankrijk, waar dat ze alles proberen stil te leggen. Bijvoorbeeld ook zoals in Australië, zoals in Amerika. In Amerika bijvoorbeeld, waar dat bepaalde camionchauffeurs betaald worden om eigenlijk hun goederen te laten verrotten in hun camion. Dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld eigenlijk iets waar dat we aan denken, waar dat we hopen dat we geen gelijk gaan krijgen, dat mogelijk mensen misschien gaan ziek worden door het nemen van de injecties. Dus dat is ook wel iets wat dat we uiteraard hopen dat we geen gelijk hebben, maar dat mogelijk wel zou kunnen komen. Ook bijvoorbeeld denken we aan cyberaanvallen. We hebben de laatste weken en maanden eigenlijk gezien dat er eigenlijk hele grote firma's eigenlijk geconfronteerd zijn met cyberaanvallen. Ook bijvoorbeeld criminele afsluitingen die zouden kunnen gebeuren van het water, gas of elektriciteit. Dat zijn een paar zaken in feite die zou kunnen gebeuren. We hebben ze waarschijnlijk nog niet allemaal opgenoemd. Zelfs ga ik misschien nog iets aanvullen. Daardoor zou er natuurlijk mogelijke schaarste kunnen komen. We denken dan aan voeding. Het is niet zo uitzonderlijk. Bijvoorbeeld in de UK zijn er al bewijzen dat er op bepaalde supermarkten gewoon lege schappen zijn. Zoals bijvoorbeeld in Amerika, waar dat er door COVID in 3 landen, Utah, Washington en Idaho, dat er op een bepaald moment een hele grote warehouse eigenlijk door COVID stilgelegd geweest is. En dus met andere woorden, 828 winkels in die 3 landen worden niet meer bevoorraad. Dus het is niet zo, laten we zeggen,
uit de ding gesleept eigenlijk, dat zou kunnen gebeuren. We denken ook een klein beetje dat je misschien moet denken, als inderdaad de machines, de ATP's, de geldautomaten, zouden stilvallen door bijvoorbeeld geen elektriciteit of andere zaken, dat je misschien wat cashgeld in je huis hebt. Niet panikeren, maar rustig, klein beetje cashgeld. Hè? Bijvoorbeeld zou het ook kunnen zijn dat we geen benzine, diesel enzovoort aan de tankstations meer kunnen vinden. Altijd over hetzelfde natuurlijk. Er kunnen interrupties van de elektriciteit, maar ook bijvoorbeeld op niveau van de banken gebeuren. Hè? Dus ook bijvoorbeeld, moeten we een keer denken, wat is er financieel-economisch voorlopig aan de hand? Hè? En zullen we daar ook geen interrupties in? Dus dat is eigenlijk een klein beetje de inleiding waar dat we zeggen, er zou inderdaad wel mogelijk bepaalde chaos-elementen of crisiselementen kunnen op ons afkomen. Ik weet niet, Luc, of dat jij bepaalde zaken zou kunnen aanvullen, of dat je zegt, ja, Gino, we moeten nog een keer denken aan dat of dat, of heb ik volledig geweest? Uiteraard zijn er zaken die we over het hoofd zien, omdat wij zoiets nooit eerder hebben moeten bedenken. Omdat de noodzaak er niet was. En de noodzaak is nu toch vrij reëel. Als men nagaat dat, zoals je al geschilderd hebt, dat de uitwerkingen van de zogenaamde vaccins, of laat maar zeggen het prikken met een experimentele stof, dat die uitwerkingen daarvan niet gekend zijn voor een groot deel. Vooral omdat wij mensen allemaal verschillend zijn, ook allemaal een ander immuunsysteem hebben. In detail weliswaar, maar in grote lijnen is dat allemaal hetzelfde. Maar het zijn juist die details die ervoor gaan zorgen dat wij verschillend kunnen reageren. En de ene krijgt een embolie, en de andere krijgt een verlammingsverschijnsel. Nog iemand anders die zal later een probleem krijgen met zijn gezondheid. Die zal intolerant worden of die zal veel sneller ziek zijn van een normale griep dan voorheen. Want we weten echt niet wat allemaal zal gebeuren met ons immuunsysteem, omdat dat een experiment is. En op korte termijn zijn daar de effecten van gekend, maar op lange termijn niet. Wat impliceert dat? Dat er van alles kan misgaan. Zowel met uw eigen gezondheid als met de gezondheid van werknemers, gelijk welk fabriek, of dat nu een werknemer is die zelfstandig is of voor een fabriek werkt, of anderzijds een camionneur is of bediend in de supermarkt. Eigenlijk maakt het allemaal niks uit. Als die mensen problemen krijgen met hun gezondheid, dan vallen die uit. En de vraag is voor hoe lang? En dan zie je al waar het mogelijke risico begint te komen, hoeveel mensen gaan eruit vallen? Dan zijn er best veel gevaccineerd, laat maar zeggen geprikt, dat is het juiste woord. En dan stel ik me toch wel de vraag, de reële vraag, van hoe lang gaat dat goed gaan? Want er zijn nu al best veel nevenwerkingen, al zijn die op korte termijn, maar dan verwachten we zeker heel wat nevenwerkingen op lange termijn. En worst case scenario in het Engels, of beter gezegd, de crisis ten top, zou dan zijn dat die bevoorradingsproblemen, logistiek, en ook in winkels en in fabrieken, die gaan er komen als daar personeel achterblijft omwille van gezondheidsredenen. Is het niet omwille van gezondheidsredenen, dan kan het zijn dat onze overheid straks besluit om een of andere reden die zij aanvaardbaar vinden en die wij ridicuul vinden natuurlijk, omdat we een andere gedachte hebben, dat zij opnieuw een lockdown dienen uit te voeren. En waarschijnlijk heftiger dan eerder, omdat ze helemaal geen grip krijgen op alle infecties die er gaan komen, zowel bij de geprikte mensen als bij de niet geprikte mensen. Of misschien zelfs alleen maar bij de geprikte. Dat is een groot vraagteken. En de toekomst zal uitwijzen of we gelijk hebben of niet. Maar ik zit nu eenmaal zo in elkaar dat ik graag toch een beetje meer zekerheid wil in mijn leven. En dat ik niet alles aan het toeval wil laten. Over wil laten. En dat maakt eigenlijk dat ik een beetje daarmee bezig ben geraakt en dat wij daarover al eens gesproken hebben, onder elkaar en ook met anderen. En dat is dan ook de aanleiding dat ik hier vandaag een bijdrage kan leveren. En ik zie de nevenwerkingen vooral op levensnoodzakelijke voorzieningen die in het gevaar gaan komen. En voorzieningen, dat is heel ruim. Als we elementair beginnen bij eten en bij drinken, dan dient je best een beetje voorraad in huis te nemen. Want als de bevoorrading gaat stokken,
dan krijgen we het effect, maar ik vermoed veel erger dan in het allereerste begin van de coronacrisis, waar dat iedereen ging lopen voor wc-papier en voor bloem en boter en eieren en weet ik wat allemaal. Ze wilden allemaal zelf gaan bakken. Er is nooit zoveel gebakken geweest als toen. Tenminste, toch qua producten is er nooit zoveel gekocht. En uiteraard, er zijn heel wat mensen die aan bakken zijn geslagen en aan het doe-het-zelfen zijn gegaan op huishoudelijk gebied. En dat ziet gaan de aantal broodbakmachines die verkocht zijn, die waren in een mum van tijd uitverkocht. En ik weet niet wat nog allemaal. Dat brengt er mij toe om daar toch maatregelen in te nemen en mij voorzieningen te treffen die van die aard zijn dat ik levensmiddelen koop die langer houdbaar zijn. En ik let dan expliciet op de houdbaarheidsdatum. En dat zijn pasta's, dat zijn deegwaren, dat is rijst. En er zijn er heel wat mogelijkheden die je kunt kiezen, al naar ieder smaak wat je graag heeft. En kies dan de meest lang houdbare. De langst houdbare zou je dan best inkopen. En in een hoeveelheid, ik vermoed dat we toch zeker een maand tot twee maanden voorraad dienen te hebben. Want we kunnen het onmogelijk inschatten hoe lang het zal zijn, dat bevoorradingsprobleem. Maar ik kan me echt voorstellen, dames en heren, dat als in de bevoorrading het stokt om gezondheidsredenen van het personeel, dat die mensen niet op 3 weken terug zijn. En als je daarvan uitgaat, worst case scenario in de gezondheidssector, dan zijn die voor enkele weken, misschien zelfs 2 maanden, niet meer actief. En dat wil dus zeggen dat men met een hopeloos personeelstekort zit. Dus voorraad aanleggen in mijn ogen minstens voor 2 maanden. En dat is niet alleen eten, maar dat is ook benodigdheden die nodig zijn, zoals wc-papier, wat iedereen al denkt dat je dat zeker zal inkopen. Misschien is ook oorstokjes of wattenstaafjes, wat niet zo gezond is om te gebruiken, maar dat is een ander. Dan pasta of keukenrollen. Voilà, ja, keukenrollen, ook zoiets. En ja, je zult zelf wel van alles kunnen bedenken. En ik denk niet dat het hier vandaag de bedoeling is dat ik daar een lange lijst van ga maken. Maar wees zelf een beetje wakker en creatief en begin een keer te schrijven. En misschien kun je je ideeën halen bij mensen die daar al mee bezig zijn. Op het internet zullen die waarschijnlijk ook zijn, zulke groepen. Daar kun je veel van leren. En belangrijk is ook om niet alleen over het eten na te denken, wat je aan conserven kunt kopen bijvoorbeeld, of wat je aan gedroogde vruchten kunt kopen, of aan noten bijvoorbeeld. Die houden zich ook al langer, zeer voedzaam, ook gezond trouwens. Dat zijn zaken die zijn belangrijk. Wat komt er nog bij kijken? Uiteraard, je kunt denken aan, ja, maar je kan ook diepvries kopen. Ja, daar komen we straks op terug, waar daar het addertje in het gras zit, namelijk de stroomvoorziening. Maar laten we nog even blijven op de elementaire. Water bijvoorbeeld. Niemand denkt erbij na. De weinigen denken daarover na. Dat als de elektriciteit uitvalt, dat de waterpompen die het water in de watertoren naar boven pompen, die zullen maar tijdelijk werken met een noodstroomgenerator als ze die hebben. En als dat niet is, dan valt dat heel snel stil, dat verhaal. En dan is die watertoren op een mum van tijd is die leeg. En dan is een druk weg en dan stopt het. Dan komt er geen druppeltje meer uit je kraan. En dan mocht je heel blij zijn dat je drinkwater hebt gehad, maar daar komt een einde aan. Dus daar heb ik ook een noodoplossing voor, namelijk een waterfilter die functioneert op eenvoudige de waterdruk van de hoogte, de kolomdruk, zoals ze zeggen, zwaartekracht met de juiste woorden. En op die manier kun je van regenwater, van stilstaand water, van beekwater, kun je drinkbaar water maken. Die systemen bestaan al tientallen jaren, worden gebruikt onder andere door mensen die veel op reis zijn, mensen die met caravans of met mobilons onderweg zijn en die niet vast willen geketend zijn aan een drinkwatervoorziening waar ze dan mogen tappen en dan in een jerrycan doen of in een watertank. Maar die echt zeggen van kijk, ik wil in de middle of nowhere ook water kunnen maken met een filtersysteem. En wel, dat bestaat. En ik ga u daar zelfs iets meer over laten kijken. Over drinkwater natuurlijk, ja, dat kun je al zelf beter en zuiverder drinkwater maken. Dat zijn de systemen die op de drukleiding aangesloten worden, dus op je waterleiding, op het aanrek ofwel onder de wastafel. En ja, in zo'n noodsituatie heb je daar eigenlijk niks aan. En ik ga eens kijken of ik mijn scherm kan delen. Nee. Gino, als je mij even host maakt, dan ga ik het scherm ook kunnen delen. Dat is normaal gebeurd, Luc. Normaal zou je moeten kunnen delen. Dank je wel. Dus, en zeer even kijken dat dat werkt. Zo, daar zijn we er.
Zo, nu kun je hier zien een aantal filters die beschikbaar zijn. Verschillende websites kun je daarvoor vinden. Je kunt dat ook natuurlijk in een normale winkel kopen die waterfilters verkoopt of waterzuivering doet. Wat je hier ziet, zijn allemaal filters die beschikbaar zijn om op de normale kraan aan te sluiten. Dus daar heb je een aansluiting met een aftap op je waterleiding. En dan heb je de filter en dan komt het water eruit wat gefilterd is, al of niet door een tapkraantje. Zoals je dat hier in beeld ziet, bij deze filter bijvoorbeeld. Ik ga helemaal geen reclame maken voor het een of het ander, maar ik laat u maar gewoon kijken wat als standaardfilter beschikbaar is. En dat is zo'n tapkraantje voor onder uw wastafel te monteren, de filter. En die tapkraan komt dan bovenop uw wastafel in je keuken of waar dat je het ook wilt. Dat is één systeem. En dan komen we naar het belangrijkste. Namelijk, als het misgaat, dan heb je water nodig. En liefst drinkbaar water, waar je geen zorgen over mocht maken. Dat dat functioneert of niet functioneert. Wat eigenlijk vrij van techniek is. En ik ga u dat hier laten zien. Dat is in voorbeeld de British Birkfield. De British Birkfield in RVS. Dat is roestvrij staal of roestarm staal. Dat zijn twee potten die op elkaar passen, waarvan de onderste voorzien is van een kraantje. Daarbovenop past konus zo gemaakt, perfect, die bovenste pot. En daar is een deksel op, zoals je kunt zien. En die deksel kun je eraf halen en op die manier kun je water bijvoegen. Water bijvoegen in die zin, ik ga u het volgende beeld laten kijken. Hier zie je dat. Het ondergedeelte ervan, het bovengedeelte ervan, waar de deksel van afgenomen kan worden. En dit zijn de filterelementen die geplaatst worden in dat bovenste gedeelte. Met dit hier naar onder toe. En het keramisch gedeelte, het keramisch filterelement, naar boven toe in het water. Zo zijn er twee voorzien in dit systeem. En dat is standaard zo geleverd. Je kunt eventueel extra twee van die filters aankopen. En dan kun je er vier plaatsen, want er zijn namelijk vier montagegaten in die bovenste ketel. En ene keer als je die gemonteerd hebt, die twee of die vier, zoals je dat dan kunt kiezen, dan heb je de mogelijkheid om sneller of meer water te laten filteren door de zwaartekracht. Want die bovenste pot waar die twee filters in zitten, die vult je met water tot die bijna aan de rand is. Je doet een deksel erop en je hebt gewoon 12 uur tijd nodig, of iets minder, of iets langer, al naar gelang de kwaliteit van je water en hoeveel filters dat je geplaatst hebt die het filterwerk doen. En na die tijd loopt dat water van boven naar onder toe in deze onderste houder in roestvrij staal met dat tapkraantje aan. En op dat moment heb je drinkbaar water. Dit is zo eenvoudig, is vrij van onderhoud, want elk half jaar kun je die filters vervangen, raadt men aan. En je kunt opnieuw water nemen. En dat is voor gezinnen van 2 tot 4 tot 8 personen, kun je daar perfect mee onder de voeten uit. Nu, 8 personen komt ze vaak niet voor in onze leefwereld. Maar er zijn uiteraard gezinnen die ruimer zijn of waar mensen co-housen. En in ieder geval, er is voor alle oplossingen een mogelijkheid hier. En, ja, dat is inderdaad, Luc, een zeer mooie oplossing. Inderdaad, voor in een echte crisis natuurlijk, waar dat we niet hopen, maar denken dat we mogelijk wel een aantal maanden zouden kunnen inverzeilen. Binnen x aantal maanden in feite. Ja. En wat is het voordeel van die filter? Je kunt die ook meenemen. Als je zegt, ik vertrek hier uit de stad of ik vertrek hier in mijn woonst, want ik voel me hier niet veilig. Dit hele spel dat kun je in elkaar schuiven. Dat is zo compact als het onderste gedeelte, want dat bovenste past er perfect in, ondersteboven. En je hebt dus in een kleine doos met de filters en alles bij, ben je op pad. En dat is gewoon deel van jouw bagage. En je kunt gelijk waar, of je nu in de middle of nowhere bent, als je ergens water kunt vinden, ook al is dat een beetje vuil van kleur, dat maakt echt niet uit. Dan kun je daar gewoon drinkbaar water van maken. Magnifiek, Luc. Prachtige oplossing. Filters zijn belangrijk bij dit systeem. En ik ga eventjes zien dat het functioneert. Ah ja. Ik heb hier nog een ander merk. Dat is de Birky, dat is Amerikaans. Het eerste wat ik zei, British, dat zegt het woord zelf, komt uit Engeland, is qua prijs interessant. Het Amerikaans is eigenlijk een soort kopie van de Britse variant.
En je ziet dat die prijzen zijn totaal anders. Ik wil zeker geen reclame maken, nog voor de een, nog voor de ander. Ik laat alleen zien, mensen, daar zijn dus verschillende prijzen beschikbaar. Wat je budget toelaat en wat je kunt krijgen, iedereen is daar vrij in. Maar er bestaan dus ook systemen. En Buiky heeft dus grotere, waar je tot 22 liter water kunt zuiveren. Terwijl de British is bepaald tot 8,5 liter. En dat is dan het model zoals die hier is bij Buiky. Dat even maar om aan te geven van... Het is beschikbaar. Gewoon standaard te kopen, al of niet in een normale winkel of wel online. Goed, wat kun je doen om je water nog beter te maken? Ook belangrijk, daar zijn keramiekpijpjes te koop. Veel mensen hebben daar nooit van gehoord. En ik moet zeggen, het water wat uit die filter komt, is al bijzonder lekker. Doe je daar een twintigtal van die pijpjes in, dat is een klei met effectieve micro-organismen die gefermenteerd zijn en die daarin gebakken zijn, dan gaat je water nog een heel ander aroma, een heel andere kwaliteit krijgen, veel gezonder nog zijn, omdat, je kunt het rustig nalezen, EMX keramiekpijpjes, we zullen dat straks wel online zetten in de voetnoot, wat dat allemaal met zich meebrengt, maar in ieder geval, het is gewoon een wonder, een openbaring van waterkwaliteit. Wat ik nog een keer zou willen vragen, Luc, dat is, omdat we over gepraat hebben, laten we zeggen in streken waar dat er meer fluor is, alhoewel natuurlijk als de waterleiding niet meer werkt, ja, dan moeten we daar niet over denken natuurlijk, want dan halen we het uit het regenwater en dergelijke dat water erin gaat. Maar stel terwijl dat we de mensen nu willen gebruiken, of eventueel ja, als alles weer opgelost is, dat ze het willen verder gebruiken, gezien dat het een prachtig systeem is. Voor de fluor mogelijk die in de waterleiding zou kunnen zitten in bepaalde streken, dacht ik dat er dan nog een andere filter was. Hey Luc, die ja, kan, klopt. Dat zijn dan fluorfilters. Bij Buiky kun je die schroeven onder aan die filter die bovenop zit. Dus dat zwart stukje wat je hier ziet, is bij Buiky is dat dan een volledig zwart patroon, ook met zo'n koppelstuk van onder. En daaraan kun je dan de fluorfilter bevestigen. Bij deze filters moet ik heel even kijken. Ik durf dat niet van buiten te zeggen, maar die hebben ook andere filters. Die ATC Super Sterazil is de veruit de beste filter die ook metalen eruit filtert. Dus die houdt bacteriën tegen, zoals cholera, tyfus en E. coli bacteriën. Heel belangrijk, want water in de natuur kan vaak verontreinigd zijn door E. coli. Meestal komt dat van fecaliën of van dieren uit die dood in het water liggen. Dus met zo'n filter ben je daar ook tegen beschermd. En deze filter, die ATC Super, die haalt ook de zware metalen, zoals lood, uit het water. Heel belangrijk. Ja. Over die fluorfilter is natuurlijk alleen van belang als je die aansluit op je waterleiding of dat je water gebruikt waar fluor in zit. Ja. Maar dat is beschikbaar. Dan moet je even een beetje googelen. Ja, ja, geen probleem, Luc. Dank u wel. Dat om kort te duiden dat er in het water zuiveren best wat op de markt beschikbaar is. En die Doulton-filters, die zijn eigenlijk, de naam zegt het, door een zekere heer Doulton uitgevonden. En die heeft dat gepatenteerd. En dat is veruit de beste keramische filter die je op de wereld kunt vinden. Dat is een zeer goed systeem. Wat zich al tientallen jaren bewezen en beproefd heeft. Dus op dat punt mogen we daar geen zorgen over maken. De British Buikfield varieert ten opzichte van de Buiky filters, want de Buiky die bestaat dan uit Black Buiky filters. En de Black Buiky filters, ik ga eens zien of ik dat eventjes hier zo nog kan laten kijken. Ja, ik ga dat toch nog even delen om de mensen duidelijk te maken waar het verschil zit. En ja, even zien dat werkt. Voilà, daar zijn we er. Hier heb je bijvoorbeeld het zicht op zowel de Black Buiky filters van Buiky, dat is het Amerikaans systeem. U ziet, die zijn altijd per twee. En die zijn dus met een koppelstukje van boven en een schroefje waar je niet te hard mag aandraaien. En naar gelang de grootte van de waterfilter die je gekoopt, heb je daar 2, 4, 8 of 6 gaten in, waar je dan ook zoveel filters kunt insteken. Wilt je opteren om fluor te filteren, dan kom ik hier in één keer op het punt. Dit zijn de fluorfilters. Je ziet, zoals ze hier zijn,
En hoe dat ze dan gemonteerd worden, namelijk onder die zwarte. En die blijven dus in het water zitten wat je eigenlijk aftapt. Wat wil zeggen, het water wordt gefilterd door die zwarte hier van boven. Dat komt door en dat komt dan in de fluofilter terecht en dan pas komt dat daaruit. Dat is de manier hoe het werkt bij Berkey. Deze zijn vrij moeilijk te krijgen. De webwinkel die in Europa op het moment nog wat voorraad heeft, is in Frankrijk. En hoe dat je die filters gebruikt enzovoort, je kunt daar heel veel informatie over vinden. Ik ga daar vandaag niet op ingaan. Ik ga het hierbij laten. Want anders lijkt het straks nog wel een verkoopsgesprek en dat doe ik dus niet aan mee. Nee, dank u wel, Luc. Dat was al fantastisch rond het water. Ik dacht dat je ook nog wel heel wat andere zaken ook heel goed bekeken hebt, omdat terug altijd kritisch, van het moment dat er iets gebeurt, valt dat en dat en dat en dat stel, heb je al gedacht aan dat en dat en dat mensen. Dus waarschijnlijk ga je nu ook daar wat over uitweiden. Ja, klopt. Ik had dat straks al kort aangehaald. Wat als de... Als het water uitvalt, hè? Want dat zal waarschijnlijk met de stroom gepaard gaan, dan vallen de pompen stil, dan hebben we geen water. Als de stroom uitvalt, dames en heren, dan zal het niet lang duren, dan is het internet ook weg. En dan ligt eigenlijk een beetje alles op zijn gat. En wat impliceert dat? Iets waar veel mensen niet bij nadenken, de centrale verwarming zal niet werken. Telefonie zal niet werken. Licht zal niet meer werken, tenzij je een zaklamp hebt. Kaarsjes als je ze hebt, ja, oké, mooi. Maar als je de hele dag kaarsjes laat branden, dan denk ik dat je klimaat, je lucht in je ruimte ook niet zo gezond zal zijn. Dus op dat punt kunt je wel vragen stellen. En uiteraard koelkasten, diepvriezers, bakovens, bakmachines, alles wat elektrisch werkt, en dat is haast alles, tot een tandenborstel toe bij sommigen die verwend zijn met een elektrische tandenborstel. Zelfs die gaat niet meer werken. Als de batterij leeg is, stopt het. Ik, elektrische tandenborstel, dat kan moeten, maar ik heb ook nog manueel ook, dus kan me daar mee verhelpen. Ja, maar ik geef maar een kort voorbeeld, want mensen die bij stilstaan, hè, Gino. Gelijk. En ja, dat gaat heel ruim, heel ver. Ja, koken, ja, elektrisch koken, sorry, dat is gedaan. Ja, wat blijft over? Ja. Oh, ja. Ja, maar ik heb een barbecue. Ah, dat is mooi. Barbecue is mooi, daar kun je even mee behelpen, maar ik zie je niet elke dag gaan barbecue. Die zakje houtskool kun je niet aanslepen om dat aan de gang te houden. en ik denk ook niet dat je het vlees gaat hebben om op de barbecue te leggen, want als de koelkast uitvalt, dan stopt het al. Nee. Dan moet je heel vlees opeten op een paar dagen tijd, en anders dan komen er de maanden uitgekropen. Dus je gaat buikpijn hebben van het vlees eten de eerste dagen, en dan is het kindkloppen. Dan is het pasta en blikjes en weet ik wat je nog allemaal hebt. Dus mensen, wees bewust, koken is een heel belangrijk aspect van ons leven. Koud eten, dat kan, maar x-tijd zijn je zo mug en spuug zat en je verdraagt het ook niet. Groente gaat je moeilijk kunnen vinden of je hebt een eigen tuin. En dan ben je bevoorrecht. Als je daar moeite in hebt ingestoken, dan heb je er ook werk aan. Dan weet je exact te waarderen wat je dan gemaakt of teelt. Ja, maar we zitten toch hier met in België met de winter. Sorry dat ik u stoor, Luc. Maar dat klopt. In de winter gaat er ook niet zo heel veel niet meer... Het seizoen is bijna voorbij. Ja, het is dat, hè. En dan kom ik op het punt elektriciteit. Ja, wat kan je dan doen? Goh, ofwel zelf elektriciteit opwekken, dat is één. Of je zegt van, oké, ik ga toch willen koken. Dat diepvriesverhaal en dat koelkastverhaal, ja, goed, dat is dan maar... dan is pech. Ik zie het niet zitten, maar koken wil ik toch nog wel iets. Oké, je kunt uiteraard uit blik heel wat dingen klaarmaken. En ook gedroogde zaken kunt je klaarmaken. Want water kunt je jezelf aanmaken als je wilt. Dat heb ik u juist getoond. Dus dan blijven gasvuur over. En dan kun je uiteraard kijken naar alle mogelijke oplossingen. Campingvuurtjes, grotere pitjes, whatever. Ik heb daar ook mijn bedenkingen over gemaakt. En ik ga eventjes maar laten kijken wat er op het moment in de markt zoal beschikbaar is aan gasfornuisjes. En dan zie je hier een kampeertoestel met 4 pitjes. Want als je alleen bent, kun je het uiteraard behelpen met 1 enkel pitje, wat je gebruikt als je gaat kamperen. Maar als je elke dag met zoiets moet koken en je bent met meer dan 1 of 2 personen, dan gaat je merken dat je aan de grenzen van het praktische komt. En dan is zoiets al heel snel, en of dat nu hier gekocht wordt of gelijk waar, het gaat louter erom om het principe dat ik u laat kijken. Sommigen zeggen, ik ga misschien zal iets staan om buiten in de tuin te barbecuen. Daar zit ook een gasvuur in. Prima, dat bestaat.
Excellent. Zorg dat je dan ook gas hebt. En als je zegt, ik wil safe spelen en ik wil ook kunnen bakken, ja, dan ga je een keer voor een complete oven met gasfornuis en alles erop en eraan. Als je ruimte hebt, steek dat in je garage. Zorg dat je dat kunt verplaatsen met een steekwagentje of zet dat dadelijk in je keuken. Iedereen is daar creatief genoeg in om daar zijn oplossingen te bedenken. Kampeervuurtjes, ja, dat hoef ik u niet laten kijken. Dat kennen jullie allemaal. Dat zijn de kleine pitjes met zo'n klein bodonneken onder van 300 of 400 gram. Dus dat zijn allemaal oplossingen die beschikbaar zijn. Wat wil ik hier eigenlijk aangeven? Mensen, wees creatief. Er zijn oplossingen, ze zijn betaalbaar. Soms zijn promoties dat je echt een koopje kunt doen. En daar kun je heel goed je plan mee trekken als het nodig is. En het zal ervan komen, want het blijft zo niet gaan. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het misgaat. Ik kan alleen niet zeggen wanneer. Elektriciteit. Ja. Het thema waar vele vragen over hebben van, ja, maar kan ik toch een stroomgenerator zetten, heb ik al vaak gehoord. Ja, er is heel veel keus, er is ook een heel groot aanbod. En dan is het moeilijk om te beslissen wat heb je nodig. Ik ga u een paar tips geven, mensen, waar je rekening mee dient te houden. Namelijk, als jij een stroomgenerator aanschaft en je hebt een centrale verwarming die bolt op stroom, gaat niet. De brander, de elektriciteit die is nodig om dat spel te sturen, gaat ook stroom hebben. Dus je hebt vermogen energie nodig. Dat kun je met een stroomgenerator wel opwekken. En de centrale verwarming op mazoet, die zal waarschijnlijk perfect blijven werken als je die aansluit op een generator. En dan gaat je waarschijnlijk denken van, oh ja, dan kan ik ook met een diepvriezer aansluiten en ook met een koelkast. Dat zijn de drie elementaire dingen in huis waar ik eigenlijk niet zonder kan. Als de stroom uitvalt, is dat mijn grootste handicap. Ja, dat klopt. Dat kun je daar perfect mee oplossen. Houd er rekening mee dat sommige van die toestellen een motor in zich hebben. En die motor die heeft een bepaald verbruik. En het nominaal verbruik van zo'n motor bepaalt wat je gebruikt als je hem lopende hebt. Maar wat veel mensen niet weten is dat als je die laat aanlopen, de start van zo'n motor, die verbruikt veel meer op heel korte tijd dan wat een generator vaak kan leveren. En zeker als je met twee of drie toestellen op één generator gaat werken, omdat dat uiteraard praktisch is, dan kan het best zijn dat die generator dat niet trekt. Dus een zwakke generator, ik noem maar iets van 1000 watt of 1500 watt, of misschien 2000 watt, dat zal een kansje boordje zijn om dat allemaal te laten functioneren. Mm-hmm. Dus wat ik wil zeggen, zorg dat uw generator overgedimensioneerd is, zodat hij die aanloopstroom van die motoren, die een koelkast in zich heeft en ook een diepvriezer heeft, en ook zelfs uw centrale verwarming, want daar zit een blazer in, die blaast de lucht in de stookketel van de mazoet. Andere verwarmingssystemen, ik denk aardgas, ik vermoed dat dat ook in stokken komt, want die worden op druk gehouden door pompen. En als de stroom uitvalt, zijn de pompen ook plat en dan is de druk ook weg. Dus ik vermoed, ik ben er niet zeker van, ik durf mijn hand niet voor het vuur te steken. Uiteraard, er zijn gelukkigen onder ons die nog een goede klassieke houtkachel hebben. Dat zijn de mensen die mogen zich gelukkig prijzen, want pelletkachels, mensen, jullie zijn gejost. Die hebben stroom nodig. Dus generatorke en een pelletkachel, dat zal perfect werken. En zo'n pelletkacheltje heeft niet zo'n zware motor nodig. Dat is hopen al wat stuurelektronica en een klein wormwielje wat die pelletjes bevordert in de vlam. En dat laat zich best met een noodgenerator voorzien. Ik denk dat ik hier zo in het kort al geschilderd heb wat een noodgenerator kan doen. Daar dien ik nog op aan te merken dat er twee versies van aansluitingen zijn van ons lichtnet. Als jij stroom betrekt van een energieleverancier. Namelijk een enkelfasige aansluiting, wat de meest voorkomende is voor huishoudens. Maar er zijn ook huishoudens die een driefasige aansluiting hebben. Of omwille dat zij zwaardere pompen hebben, bijvoorbeeld een warmtepomp, omdat het een nieuwbouw is. Bijvoorbeeld omdat ze een boiler hebben, omdat ze bepaalde industriële machines gebruiken of zware verbruikers hebben, zoals bijvoorbeeld elektrische verwarming. Dat zijn dan meestal oude installaties, want moderne installaties zullen nooit elektrische verwarming gebruiken zoals dat in de jaren 70-80 gepromoot werd. Maar hoe dan ook, daar komt van alles voor in de markt. Er zijn verschillende soorten huizen met verschillende systemen. Denk eraan,
Dat zijn oplossingen, maar zo'n generator heeft zijn grenzen. En als je met drie fasen werkt om die grotere vermogens te kunnen leveren, dan heb je uiteraard geen 230 volt, maar dan heb je 400 volt per fase. En tussen de fase en de nul heb je dan 230. Zulke generatoren bestaan er, zelden of niet in benzine te vinden. Meestal zijn het diesels, maar ze bestaan ook in benzine. Waar zit nu het verschil in de brandstof? Want dat is een heel belangrijk punt. Daar wil ik nu eventjes op focussen. De brandstof, benzine, heeft een beperkte houdbaarheid. Dat wil zeggen, in de brandstof, euro 95 of een andere, daar zit een aandeel bio-naft in en daar zit een aandeel klassieke naft in. Plus een aantal hoogvluchtige bestanddelen die na x tijd, enkele maanden, vervliegen die. Die zijn vluchtig. Die zijn zo vluchtig dat die uit een kanister kunnen verdwijnen. Dat maakt dat die brandstof niet meer de brandstof is die het zou moeten zijn. Dan gaat je motor niet meer presteren zoals het moet. En je gaat, al na gelang wat je dan koopt en wat ik merk, gaat je bezinksel krijgen. En dat bezinksel gaat ervoor zorgen dat de motor gaat sputteren en dat je carburator vuil wordt en zo verder en zo verder. Dus houd daar rekening mee. Benzine beperkt houdbaar. Wat is het alternatief? En een dieselgenerator. Uiteraard, die maakt meer lawaai. Absoluut correct. Want bij een benzinegenerator heb je vaak inverter-types. Types die gemaakt zijn om een mooie, zuivere stroom te leveren, waar het delicate apparatuur perfect mee werkt. En ook motoren opdraaien. Maar bij een dieselgenerator is dat meestal geen inverter. Dat is dus echt een klassieke generator die erop aangekoppeld is. En zo'n dieselgenerator maakt best wat lawaai. Die brandstof... Uiteraard, dat kun je indoen. De diesel die je tankt, dat is dan de duurste diesel. En die is dan ook vrij van een hoog zwavelgehalte. En de verhouding is vrij groot, want de diesel die je voor zo'n generator gebruikt, raden we aan een diesel te kopen met een laag zwavelgehalte. En dat zijn brandstofleveranciers, daar kun je echt kiezen. Een diesel met een hoog zwavelgehalte voor de oude centrale verwarmingen, die is dan meestal goedkoper. Of de diesel die je koopt voor landbouwvoertuigen, dat is dan met weinig zwavelen. Zodat die motoren weinig onderhoud nodig hebben en dat de filters lang meegaan. De oliefilters of de dieselfilters. Dat even om toe te lichten hoe dat brandstof een belangrijk item kan zijn als jij aan het preppen gaat of als jij zelf stroom wilt maken. En generatoren, die heb je dus in alle groottes, in alle gewichten. Mobiele generatoren in diesel, die zijn er. Meestal bestaat dat uit een 500 cc enkelvoudige viertakt cilindermotor. En dat weegt dan meestal met de wieltjes bij en alles wat erbij hoort met een tank. Niet gevuld weliswaar, rond de 120, 130 kilo. Dat laat zich nog best verplaatsen door één persoon. Maar het is niks om mee rond te sjouwen. Uiteraard zijn er ook grotere oplossingen voor mensen die echt ruimte hebben in hun tuin of die gewoon de plaats hebben daarvoor. Je kunt generatoren kopen die wegen dan gemakkelijk 150 en meer kilo's, die ook enkel of driefasig zijn, die perfect met diesel werken. Als het zware generatoren zijn, meer dan 7 kilowatt, dan kom je al terecht bij meestal twee cilinders of drie cilinders, maar dat zijn dan al toestellen van snel. Zeker drie cilinders, 2.500 tot 3.000, 4.000 kilo. Dat is dan niet meer te verplaatsen, daar heb je al zwaar materiaal voor nodig. We hebben daar even over gepraat ook, Luc, een paar dagen terug, rond die benzinegeneratoren, dat er wel een oplossing bestond, maar dat is wel een dure oplossing van benzine. Ik dacht dat je daar zei dat dat viertak benzine was, maar ja, ik ben geen technieker, ik ken het niet zo goed. Dat je dat wel langer kunt bewaren, maar die wel veel duurder is en die dan wel zo'n oplossing zou kunnen zijn voor mensen die zeggen, ja, ik kan eigenlijk geen diesel plaatsen, ik zit op een appartement, ik moet op een terrasje die generator plaatsen en dergelijke. Dat zou wel bestaan, zeker, Luc, ook in de benzine, maar dat is dan een heel speciale soort benzine, zeker, dat de mensen moeten kopen. Ja, dat is de benzine die gebruikt wordt voor alle mogelijke motoren die gebruikt worden in de land- en tuinbouw. Ik noem maar iets, of het nu Husqvarna of Stihl is of een ander merk, daar kun je benzine kopen specifiek voor viertakt benzinemotoren. Om die toestellen te laten functioneren zonder dat de carburator naalt of de carburator vuil wordt, omdat daar geen resthoeveelheden, geen verontreinigingen in zitten. Mm. En dat daar de zuiverheid van die benzine extreem hoog is.
En die is ook langer houdbaar. Die zijn in gesloten flessen. Daar staat denk ik wel een houdbaarheidsdatum op. Dus die houdbaarheidsdatum, haha, wat een lang woord, die is belangrijk. En als je daar rekening mee houdt, dan kun je zeker zijn dat jouw generator of jouw toestel perfect werkt. Dank u wel, Luc. Zijn er nog zaken dat je denkt? Ik ben er aan het kijken op ons lijstje. We hebben over eventuele verwarmingselement. Maar ik dacht dat je daar ludiek, en ik vond dat ook wel grappig, zeggen. Ja, je zou dan beter wel wollen kousen kopen en een wollen pyjama en een wollen deken. Dat is dan nog beter waarschijnlijk dan een verwarmingselement om in je huis te zetten. Was dat puur grappig bedoeld? Of denk je dat dat ook wel de beste mogelijkheid is? Of zie je toch een oplossing met een gasverwarmings... laat ons zeggen, element of dergelijke, of eventueel ja, een mazoet, zoals dat je daar past voor in het huis, of is dat eerder nogal gevaarlijk als oplossingen? Dat hangt van de situatie af. Uiteraard mensen die in een rijwoning wonen of in de stad, ja, daar zijn je beperkt in de mogelijkheden, want je zit uiteraard altijd met verbrandingsgassen en als die straks toxisch zijn omdat je ze terug inademt, dan krijg je een koolstofvergiftiging, een koolmonoxidevergiftiging. Vergiftiging. Dat is allemaal eventjes over nadenken of dat wel zinvol is om dat te doen. Mensen die beter behuisd zijn in die zin dat die ruimer meer buiten hebben of tenminste een half open bebouwing, daar kun je natuurlijk al kiezen om in één bepaalde kamer bijvoorbeeld een kachel te zetten die de lucht aanzuigt van buiten en ook de verbrandingslucht terug naar buiten brengt. Dat is het principe van een campingkachel, zoals die in caravans gebruikt wordt. En die hebben een aparte aanvoer voor verse lucht voor de verbranding en die hebben dan een aparte afvoer, een schoorsteen dus, voor de verbrande lucht. Daar kun je zeker van zijn dat je dus geen intoxicatiegevaar krijgt in je ruimte die je verwarmt. Want dat zou anders zou je binnen de kortste keer binnen een caravan in zwijm liggen. Ja. Dus dat is een oplossing. Dan moet je creatief zijn. Die zijn beschikbaar. Die toestelletjes die variëren in prijs volgens het vermogen wat je wilt gebruiken. En dan kun je aansluiten op butaan of propaan. En dan uiteraard, als het vorst vrij moet staan, ja, dan is propaan de beste oplossing natuurlijk. En dukflessen kun je krijgen in de doe-het-zelfwinkel bij campingbenodigdheden. Of je gaat naar een gasleverancier en je komt een metalen fles, die is dan zwaarder. Als je kunt sjouwen en je hebt geen pijn in je rug, is dat de goedkopere oplossing. Maar in ieder geval, daar zijn oplossingen. Wat kun je doen in de vorm van andere kachels? Je hebt petroleumkacheltjes. Daar is het probleem natuurlijk dat je dan je lucht die je binnen hebt, je zuurstof opgebruikt. Want die hebben meestal geen aparte aanvoer van zuurstof en ook geen aparte afvoer van de verbrandingsgassen. En dat is nu net heel cruciaal om een ruimte te kunnen verwarmen en dat je daar zelf niet om de naverklapte vensters moet openzetten om te kunnen zuurstof happen. Ja. Dat in kort eigenlijk. Ja, dankjewel Luc. Ik denk dat we heel wat overlopen hebben, voor niet te zeggen, ja, echt wel, als je alles volgt wat Luc naar voren bracht, afbrengt, wat ik zelf ook volop bak aan het doen ben, persoonlijk, dan ga je al heel wat mogelijkheden hebben om je te verdedigen in een mogelijke chaos of een mogelijke crisis. Ah, Luc heeft nog iets aan te melden. Ja, nog iets belangrijks wat niet ter sprake is gekomen bij het crisis ten top verhaal, hè, of de worst case scenario. Als het heel verhaal in duigen valt, elektriciteit, internet, watervoorziening enzovoort, logistiek enzovoort, want ja, als de stroom weg is, werken de pompstations niet meer. Dus je dient wel wat voorraad te hebben, hè, ook in brandstof. Dan komt nog iets anders in gedrang, hè, als jij wilt aankopen doen. Ja, mensen, jullie hebben zich allemaal laten vangen door elektronisch betalen en appjes op de smartphone die betalingen verrichten. Dat zal allemaal niet meer werken, hè? Eerst cash. Zijt er zeker van, hè? Ja. En dan is dat natuurlijk, kun je de vraag stellen, ja, hoeveel zou ik dan afhalen en zou ik wel iets afhalen en is dat dan wel veilig? Ja, tuurlijk. Ik ben er zeker van, als je niks afhaalt, dat je met lege handen staat en je gaat niks kunnen krijgen als je nog ergens iets kunt krijgen. Hoe dan ook. Dus je gaat zeker nog geld nodig hebben. En dan is de vraag, hoe doet je dat? Ja, dan zou ik maar op tijd beginnen met regelmatig naar de muur te gaan, eens wat beginnen te tanken in functie van de bank en de kaart die je hebt en de limieten die er zijn. Kunt je op een dag zoveel halen en op een week zoveel?
En anders dan gaat je limiet moeten aanpassen. Want de banken staan echt niet te zwaaien met briefjes. En mensen, geloof mij maar. Hè. Ik heb het zelf al ervaren. Je krijgt het niet. Je moet zelfs als je staat te bedelen. Je zit met een beperking en dat is het. Amen en uit. Ook al heb je er 100.000 op rekening staan, wat ik dus niet heb. Maar in ieder geval, je kunt er niet aan. Heel juist, Luc. Heel juist. En dan heb ik een tip. Heb ik een tip. Je kunt daarvoor heel eenvoudige dingen maken. Waar kun je geld verstoppen? Ja, goed. Op plaatsen die je zelf creatief kunt bedenken, waar anderen misschien niet aankomen. Maar houd er rekening mee. Dieven zijn zeer spitsvondig en die weten al die plaatsjes al. Die hebben ervaring daarin. Dus kijk daar goed mee uit. Wat belangrijk is en wat niemand kan weten, is als je gat in de grond maakt en je steekt daar een plastieke buis in. Ik heb van die buizen gemaakt. Ik ben op dat punt dus wel een goede doe-het-zelver. Al zeg ik dat in mijn bescheidenheid deze keer zelf wel. En met een plastieke dikwandige buis in de doe-het-zelf kun je voor enkele euro's, ik noem maar iets, voor minder dan 20 euro heb je een buis gemaakt. Uiteraard, je kunt niet een stukje buis kopen van 30 centimeter. En je dient ook een pot lijm te kopen enzovoort. Dus alles bij elkaar, zei het, laat maar zeggen, onder de 50 euro heb je een paar kluisjes gemaakt. Simpel. Met dingen die gewoon in de doe-het-zelf te vinden zijn. Dikwandige PVC-buis, een einddop erop, een schroefdop erop, de PVC-lijm om te lijmen en klaar is Kees. Een gaatje in de grond boren waar dat jij vindt dat het veilig is, diep genoeg, of een putje graven, steek dat spaal erin, dat is waterdicht. Je kunt daar vrij veel insteken, zo'n buis van 30 centimeter, veel meer als je denkt. Briefjes die plooien zich namelijk. Dus een idee. Fantastisch idee, echt waar ik Luc nog nooit aan gedacht. Het is ongelooflijk. Iedere keer dat met jou praat, in feite, komen er zo spitsvondige zaken naar voren. Misschien nog heel kort, omdat we heel veel horen, ook internationaal, maar ook als we met mensen samenkomen, dat ze zeggen, ja, zouden we niet een klein beetje zilver of een beetje hout aanschaffen in kleinere hoeveelheden. Ja, wij uiteraard zijn geen financiële raadgevers, ver zijn vandaar, maar we horen dat heel wat mensen zeggen, ja, we hebben wat fysisch zilver, wat fysisch goud gekocht. Dus dat komt zeker, dat is geen raadgeving van ons, dat is ook geen tip eigenlijk zelfs, maar we horen het in feite door andere mensen. Dus dat is misschien ook iets dat je kunt overwegen als het binnen je mogelijkheden valt. En dan kun je natuurlijk ook weer die tip van Luc volgen, dat je dat terug in die plastieken... Ja, laten we zeggen, zaak dat je gemaakt hebt. Kluis, hè? Het is een kluis, hè? Een kluis, dat je inderdaad kunt wegdoen. Ik denk, Luc, dat we het hier gaan moeten bijlaten, want we zijn al een heel tijdje bezig, denk ik. Dat de mensen... we kunnen altijd nog een nieuwe sessie houden daarover, moesten we wat vergeten zijn. Ik dank je ongelooflijk, Luc, echt de waarheid. Ik vind dat fantastisch dat je daar je tijd weer voor vrijgemaakt hebt. Want ik weet dat je zodanig veel te doen hebt, Luc. Mijn grote dank daarvoor. En zoals gevraagd aan je, zou ik wel nog graag in de nabije toekomst bij jou een interview doen over water. En ook natuurlijk over je superspecialiteit, namelijk straling. Maar we zien dat dan wel in een volgend filmpje. Dank je wel, Luc. En tot het volgende interview. Graag gedaan, Gino. Bedankt om hier aanwezig te mogen zijn. En succes allemaal met uw voorbereidingen. Dank u.